Hey YouTube, daar zijn we weer met een nieuwe video deze week. En vandaag gaan we eens kijken hoe het ervoor staat. Update over shape. Dus vandaag gaan we eventjes wat poses bekijken. We hebben het even over de voortgang van de kuur. Wijzigingen op dat gebied. Wijzigingen richting de zomer. Hoe ik me voel. We doorlopen even de tijdlijn vanaf begin van het jaar tot aan nu. Qua gewicht en calorieën staan we eventjes bij stil. En dan sluiten we eventjes af met eigenlijk mijn doelstelling voor de rest van het jaar. En dan ben ik natuurlijk benieuwd wat jullie daarvan vinden, of je vragen hebt. Als je die hebt, nou, laat even een berichtje achter in de comments. Even een like voor de video, zoals je weet, voor het algoritme. En als je nou wat meer wil weten over coaching of begeleiding, stuur me dan even een berichtje. Dan ga ik je daarbij helpen. Dat staat ook allemaal beschreven in de beschrijving hier onder de video. Zodat je gelijk ook kunt starten met coaching, mocht je dat willen. Nou, laten we snel gaan kijken naar hoe het ervoor staat. Of tenminste, ik neem jullie mee in dat verhaal. We zitten nu eigenlijk halverwege mei. En het mooie weer is laat, maar de zomer die komt er wel aan. En eigenlijk een week of twee geleden heb ik besloten om eigenlijk langzaamaan de kut in te gaan zetten. Eerder had ik het erover dat ik door wilde gaan richting 105 kilo om dat te pushen. Ik heb het eigenlijk gered tot aan 103. En heel eerlijk, het vele eten brak me ook gewoon echt op. Samen met dat, ik klonk volgens Leonie als een zwaarlijvige, constant buiten adem. Beweging ging gewoon minder soepel. Kortom, ik merkte eigenlijk dat ik mezelf een beetje in de weg begon te zitten. En dan stelde ik mezelf hardop de vraag van ja, waarom? Wat wil ik? Hè? En gaat die 2 kilo nou dan dadelijk nog het verschil maken? Ik voelde me gewoon wat onprettig bij. Dus toen was ik op een gegeven moment op zondag aan het trainen. En tijdens de training appte ik Jonathan over: kunnen we alsjeblieft gewoon het aantal calorieën gaan verlagen en langzaamaan die kut in gaan zetten. Maar ik zat toen, hier even mijn tijdlijn voor me, op 5300 calorieën. Nou, en dat is gelukkig nu wel wat gezakt. Dus we zitten nu op 4900 en even kijken, en op non-trainingsdagen op 4000 en dat zat op 4600. Dus dat is gelukkig al wat gezakt. Ik voel me daar al wel een stuk prettiger bij. Ik voel me veel minder opgeblazen, ik kan wat fijner bewegen. Trainen zelf gaat ook wat fijner. Dus daar liep ik ook een beetje tegenaan, dat ik net niet benoemd. Maar ik trainen eigenlijk als volgt door 2 zware sets te doen met relatief lage herhalingen. En ik had eerder over mijn polsblessure, maar die was wel daarvoor al ontstaan. Maar ik merkte wel dat mijn schouders gingen wat pijn doen, weet je wel. Dan heb je een keertje wat pijn aan je knie, aan je scheenbeen. Dus ook in mijn training wat veranderd, door wat meer even hoger in herhalingen te gaan zitten. Om gewoon die pezen en die gewrichten iets minder te belasten. En al met al merk ik dat ik me eigenlijk met die verandering in een week of twee al een stuk beter voel. En wat is er verder nog gewijzigd? Ik weet niet of je dat eerder al had genoemd, maar dat in mijn dosering dat met Primo omhoog is gegaan van 100 naar 300. Dus dat betekent een iets zwaardere androgene load in de week dan voorheen. Hè, dan eigenlijk die eerste, 14 weken van de kuur. En we gaan nu dan eigenlijk die latere fase in met ook het kutten. Dus een beetje afhankelijk van hoe het lichaam reageert. Ik ga deze week ook een bloedtest doen. Kijken hoe we ervoor staan. Hoeveel weken dat we daar nog aan gaan plakken. En eventueel ook van compound veranderen. Om een wat hardere look richting de zomer te krijgen. Maar voor nu dus wordt gedropt in calorieën. Het gewicht is ook langzaam aan het droppen. Ik zei op mijn zwaarste woog ik op een gegeven moment 103. En vanochtend tikte ik net geen 101 aan, maar gemiddeld zit ik zo nu op 102. Dus dat is een kilootje al wel eraf. Voel ik me wel echt een stuk prettiger bij. Dan even kijken, ik zit hier naar mijn tijdlijn te kijken. Wat wel leuk is om misschien even te vermelden is de toename in gewicht. Want in week 1 januari zat ik op een gemiddeld gewicht van 92,4. En hier nu, vorige week, gemiddeld 102,2. Dus dat is gewoon echt 10 kilo die ik erbij heb gepakt. Waarbij, als je ook naar de foto's kijkt, haar toename in vet minimaal. Dus het is bijna allemaal massa, kwaliteitsmassa. En dat is misschien ook wel een hele belangrijke les voor degene die zit te kijken. En ik krijg heel vaak de vraag en ook een stukje discussie over kuren. Hoeveel moet je dan eigenlijk zetten? Nou, ik denk dat dit een mooi voorbeeld is dat less ook echt wel more kan zijn. Dus ik voel me echt supergoed. Geen mood swings, geen gekke uitspattingen, geen woede uitbarstingen wat je vaak hoort, roid rage. Omdat eigenlijk die dosering relatief laag is. Daardoor kan ik hem ook veel langer trekken, dus veel minder belastend voor het lichaam. Veel minder belastend voor mijn mind en ook uiteindelijk je relatie. Want ja, als jij heel prikkelbaar bent, dan wordt de ander ook niet echt vrolijk van. Dus ja, en toch eigenlijk 10 kilo massa gepakt en we zijn nog niet aan het einde. Dus in die zin is het misschien wel mijn meest succesvolle kuurtje ooit. Ja, waarbij ik er dus voorheen drie heb gedaan. En dit de vierde is, maar ik dit eigenlijk zo weer zou doen en echt zou kunnen aanbevelen voor iedereen. Dus als je daar wat meer over wil weten, stuur mij dan ook even een berichtje. Dan geef ik je daar wat meer info over hoe dat precies er heeft uitgezien voor mij. Dus ja, 10 kilo massa ongeveer erbij. Laten we eens even gaan kijken dan hoe dat nu die shape is. Laten we even gaan poseren. Die poses gezien en ja, wat ik eerder ook al een keer zei, dat blijft nog wel voor mij een aandachtspunt om te gaan werken aan mijn poseren. Dat brengt mij ook eigenlijk bij het punt, de agenda voor later dit jaar / volgend jaar. Ik krijg ook vaak de vraag van wil je nog een wedstrijd gaan doen? Ja, zoals het er nu naar uitziet zou ik graag Siggy's willen doen volgend jaar. Dus die is afgelopen weekend geweest, dus dat is precies over een jaar. En het idee was eigenlijk om dit jaar echt goed ook op YouTube te kunnen focussen op de ontwikkeling op dat gebied. Op zakelijk vlak hebben we daar ook nog wat interessante ontwikkelingen voor lopen. Alleen ja, die polsblessure die gooit wat dat betreft wel even roet in het eten, waardoor ik niet kan sparren. Maar goed, dat was wel eigenlijk de planning om dan dus volgend jaar weer Siggy's te gaan doen. Dat betekent ook dat ik echt nog wel moet gaan werken aan mijn poseren. Daar moet echt een stuk beter gaan worden. En daar ben ik gewoon niet tevreden over. Maar wanneer die plannen ook concreter zijn, dan wil ik ook gewoon een half jaar wel echt gaan besteden aan mijn poseren. En daar ook de nodige lessen voor gaan nemen. Maar voor nu, dan eigenlijk op korte termijn, betekent dat ik klaar wil gaan worden voor de zomer. Mijn vetpercentage zal nu 11-12% zitten, zo ongeveer schat ik. Nou, daar zou ik het liefst onder de 10 hebben, 8 à 9%. En om dat te doen, natuurlijk calorieën verlagen, cardio verhogen. Het zou fijn zijn als ik dan ook alweer kan sparren. Dat is toch wel het leukste cardio om te doen. En dan uiteindelijk gaat waarschijnlijk de primo eruit of de dingen eruit, NPP. En komt daar dan masteron voor terug. Nou, een andere mogelijkheid zou kunnen zijn om met iets van winstrol of anavag te werken. Alleen dat geeft mij eigenlijk zo'n soort pompgevoel dat daar ook dan weer echt meer YouTube belemmert. En ik hoop binnen een maandje of 2 van deze blessure af te zijn. Dus dan wil ik wel gewoon ook echt volle bak kunnen rollen. Hoe zwaar dat dan ook gaat zijn. Na bijna een half jaar niet kunnen hebben sparren. Dus die compounds die doe ik dan liever niet. En met masteron heb ik dat veel minder. Dus dat is eigenlijk een beetje het idee voor de komende anderhalf, 2 maanden zeg maar. Nu eerst dat ik een bloedtest doen. Dus die moet ik daar eventjes gaan bestellen. Om even te kijken hoe het met bloed is. Hoe het met de nier is, hoe het met de cholesterol is, eerder al een keer over gehad. Dat is bij mij wel een aandachtspuntje. Die wil nog wel eens wat hoog zijn. Dus dat gaan we doen. En wanneer daar de uitslag over binnen is, dan hou ik jullie ook weer even op de hoogte. Maar dat was voor nu de update video. Dus nogmaals, Laat even die comment achter. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden. En dan zie ik jullie over 2 weken weer.